Lieve redactie, ik schrijf jullie omdat ik sinds mijn jeugd al helemaal gek ben van dieren. Ook is jullie programma naar mijn inziens erg belangrijk. Jullie leren mensen over de gewoontes van alle soorten dieren en dat stukje bewustwording heeft men nodig. Graag neem ik deel aan jullie vette programma, zodat ik kan strijden voor meer ruimte in veestallen. Dieren hebben ook gevoel. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Dierenquiz. We hebben vandaag vier deelnemers die allemaal zullen strijden voor een goed doel. We beginnen bij Brigitte Schuurman. Wat speel jij voor? Oh, ik speel vandaag voor de stichting IJskap. Dat is een stichting die zich inzet om het smeltproces van de poolkappen te verlangzamen. Dat is fucking belangrijk. We gaan direct door naar onze volgende deelnemer, Harco. Waar speel jij voor vandaag? Ik speel voor Stichting Bredero. Oké, wat voor stichting is dat precies? Misschien een beetje een rare naam. Maar Stichting Bredero maakt zich keihard voor meer ruimte in veestallen. Omdat het gewoon natuurlijk ontzettend oneerlijk is om er als mens zijnde van uit te gaan dat dieren geen stress kennen. Onze derde deelnemer van vandaag is een rapper, bekend van de snelle plangen. Dames en heren, Donnie! Dat man. Lekkere inleiding ook, grappig. Ik speel voor de stichting Langsnaad en stichting Langsnuffel. Dat is een organisatie die speciaal in het leven is geroepen door de douane in Nederland. Want de Langsnaad sterft uit. De lange snaad. Dankjewel. En last but not least, Eldrin. Hallo. Dames en heren, Eldrin heeft ons niet alleen een hele mooie brief opgestuurd, maar ook nog eens een schetsboek met op elke bladzijde een mooie tekening van een uniek dier. Eldrin, voor welke stichting speel jij? Cloud Atlas Time Travels. Time Travels? Ja, Glenn. Zij willen zeer binnenkort terug de tijd in om uitgestorven dieren te behoeden voor extinctie. En wie weet, zullen we ooit nog een echte T-Rex zien? Ronde 1. Eerste vraag. Gebruikt de bolvis zijn tanden alleen voor het opeten van andere dieren of voor meerdere dingen? Zo ja, waarvoor dan? Eldrin? Als ze hun tanden niet gebruiken, dan kunnen ze dichtgroeien. Net als bij konijntje. 50 punten voor Eldrin. We gaan door naar Harco. Meerdere dingen. Half goed. 25 punten voor Harco. We gaan nu door naar Brigitte. Ja, Brigitte. Eten en dominantie tonen. En als laatste, Donnie. Ja, ik heb alleen eten. Het laatste lettertje paste helaas niet meer op het blaadje, maar ik had geen ruimte meer. Maar alleen eten, man. Helaas is dat antwoord niet goed, nee. Ja, Dierenquiz. Het avontuur eindigt hier. Ik vond het heel jammer voor jou en Stichting Langsnuffel. Ben je serieus? Ik kom helemaal vanuit mijn vakantieadressie om te lobbyen voor de langsnaadhond. En jij komt hier al binnen met een big smile on your face met die kortsnaadhond. Lik me reet, ouwe. Ik hoef hier niet meer te zijn, man. Ik hoef hier niet meer te zijn. Wat is dit voor bullshit, man? Nee, man. Donnie, zou je misschien... Die kant! Yes, sir. Ja, ik ben helemaal van mijn apropos, man. Donnie, dankjewel. We gaan door naar ronde 2. We gaan een filmpje bekijken van de knoopvos. Wat gebeurt er volgens jullie? Antwoord A. De knoopvos krijgt hulp van een eekhoorn. Antwoord B. De knoopvos wordt aangevallen vanuit de rug. Of C. De knoopvos is te lui en vertrekt, waarna de bramen op de grond vallen. C. De B van Birgit. C. Brigitte. Ja, ik vind het een heel rot antwoord, want ik had het liever niet gezegd. Maar... ik ga het ook niet durven aanzien, maar hij gaat zeker worden aangevallen. Ik ken dit soort films.
Het goede antwoord is... antwoord C. En dat betekent dat Harco en Eldrin door zijn naar de finale ronde. Fuck. Helaas voor Birgit. Birgit. Ik vind het jammer. Ik had graag willen winnen voor Stichting IJskap. Maar goed, succes als de poolkappen straks gaan smelten, jongens. Ik hoop dat jullie wel beseffen dat we echt een ziek groot probleem hebben als Middelburg straks valt. 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 Middelburg. Straks valt. Dames en heren, we zijn aangekomen in de finale ronde. Het is nu echt een roppelronde, jongens. Eldrin, je hebt alle voorafgaande rondes bovenaan gestaan. Is er nog iets wat je wilt zeggen tegen Harco? Nee, maar ik wil wel nog iets zeggen. Wat nou precies die stichting van jou was? Want je hebt Stichting Beren of zo? Stichting Bredero? Oké, dat bedoel ik. Ik ken denk ik elke Nederlandse stichting wel, maar van Bredero heb ik nog nooit gehoord. Nee, een hele jonge stichting, maar is gewoon geverifieerd, hoor. Ja, wat jij wil, joh. Harco, wil jij nog iets zeggen tegen Eldrin? Dat terug in de tijd reizen, hè? Waar je het over hebt. Ja, wat wil je? Wat wil je ermee? Zou je niet denken dat er genoeg dieren nu op deze planeet zijn die onze hulp nodig hebben? Dus jij zegt eigenlijk dat het goed is dat er zoveel dieren zijn uitgestorven door onze hand? Dat hoor je mij toch niet zeggen, of wel? Een betere wereld begint bij jezelf en niet in het hokje van een tijdmachine. Je bent pessimist. Maar ik geloof je gewoon van geen kant. Jongens, we gaan beginnen met de finale ronde. Harco en Eldrin, ik ga jullie beiden een foto laten zien waarbij ik jullie een vraag ga stellen. Wie het antwoord als eerst weet, kan op de knop drukken. Good luck, weirdos. Eerste categorie. Landlopers. Hyena. Fout. Harco. Dat is gewoon een lelijke hond, denk ik. Hartstikke goed. Tweede categorie. Welke naam draagt dit dier en hoe komt zij aan haar naam? Is dat Redbud? Nee. Redbud was een poepfilm en dit dier is gewoon mooi in zijn eigenheid. Oké. Okay. Eldrin? Nee, pas. Ik stop de tijd. Pas. Oké. Nog steeds 1-0 voor Harco. We gaan meteen door. Hoe is het mogelijk dat de albatros honderden kilometers kan vliegen zonder zijn vleugels op en neer te bewegen? Albatrossen lezen als het ware windstromen. Oftewel, ze stijgen en dalen mee vlak over de golven. Zonder ook maar eigenlijk al te veel energie te verbruiken. Helemaal goed. Dames en heren, 2 punten voor Harco. Het staat 2-0 voor Harco. En de volgende vraag is tevens de laatste kans voor Eldrin om terug te komen. Eldrin, ging net super lekker, maar nu... Hij speelde vals. Sorry? Hij speelde vals vandaag. Wat zeg je nou? Sorry, maar volgens mij was Harco gewoon iedere keer voor je. Je moet gewoon sneller drukken, jongen. Wauw. Oké, ik heb een vraag die nu wel heel toepasselijk is voor deze situatie. Namelijk de jellyfish. Want volgens mij is Eldrin best wel jelly op Harco. Ja, nogal ja. Je kan het ook kwallengedrag noemen. Kwal erin. Wat eet de kwal zoal? Plankton, viseitjes, kaasextract, yoghurt, Alpro, eetbaar hout, je weet wel van die knaagstokken, crème fraîche, Semtex, Surinaams schaafijs, Ghanese jollof, Javaanse kaasbroodjes, Turkse tosti's, kleine brokken marihuana, lange linten van warme hash, alles wat in de binnenvaart overboord wordt getiefd, prepaid kaarten, menselijk afval, nagels, haren, seizoensvlees, rode wijnsaus, pepersaus, grote huwelijksballonnen, feestballonnen, en dan bedoel ik niet op gewone feesten, maar als het laat is, alle soorten ritsen, auto's die ritsen en dat het misgaat, oude Maaslanderkaas, alles van het merk LS, en gewoon jodenkoeken natuurlijk. Dames en heren, de winnaar van Dierenquiz is Harco! Gefeliciteerd. Wauw. Sorry, maar ja. En hartstikke bedankt. Je hebt een goede wedstrijd gefloten. Dankjewel. Het is echt, betekent... Is dit echt?
Echt? Echt? Echt? Echt? Nou, het blijft positief, hè? Tja. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Nee. Yo, het is alweer 6 uur. Oh, echt joh? Ja. Heb je plannen met eten vanavond? Nee, niet echt. Ik dacht misschien een filmpje kijken, pizza bestellen bij mij thuis. Sounds like a plan. Heb jij Red Bad al gezien? Nee, niet gezien. Oh, wacht, is dat die historische vechtfilm? Schijnt heel goed te zijn. Echt on-Nederlands goed.